Gemeente, goedemorgen. Ik wil iedereen hier en iedereen die vanaf een andere plaats met ons verbonden is, van harte welkom heten in deze dienst. Onze voorganger van vanmorgen is dominee Kees Kant en onze organist is Wim Guit. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Op uw stoel heeft u, als het goed is, een briefje gevonden. Het is de bedoeling dat hier namen op komen te staan, aangedragen door u als gemeente voor het vervullen van vacatures die dit jaar bij de ambtsdragers ontstaan. De vacatures zijn er voor oudeling, startersbouwers, ouderling welkom, jeugdoudeling en twee diakenen. Dus, als u wellicht zelf interesse hebt of u denkt iemand te weten die geschikt is voor een van deze functies, schrijf dan deze namen op en geef het briefje af. Of geef de naam door als u de kerk verlaat aan de dienstdoende ouderlingen of diakenen. Alvast bedankt voor uw medewerking hiervoor. Volgende week is er weer een jeugddienst met als thema Lost and Found. Muzikale medewerking is van de band About Free. En de voorganger is dominee Jan-Willem Korpelshoek. De bloemengroet is vandaag voor Willy en Kees Tavernier, Floris Vester, straat 14 uit in Rijnsburg. Kees is onlangs opgenomen in de Wilbert, waardoor zij niet meer bij elkaar wonen. Een zware tijd. Wij wensen hen Gods beschermende armen om hen heen. De bloemen worden al weggebracht. Hartelijk dank daarvoor. Na de dienst van vanmorgen is er weer gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie, thee en limonade te ontmoeten in zaal Aquamarijn. We beginnen de dienst met het zingen van ons intochtslied Psalm 124, de verzen 1 en 4. Ik wens u allen een gezegende en bemoedigende dienst toe.
En ook van mijn kant iedereen een hele goede morgen. Fijn dat we elkaar weer mogen begroeten in de Vredeskerk in Katwijk. Fijn om weer in uw midden te zijn en de bekende gezichten zo rondom me heen weer te mogen zien. We wensen elkaar inderdaad een hele fijne, gezegende dienst toe. Zullen we een moment stil zijn om in stilte te bidden? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit meer loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Bidden we samen om Gods genade en ontferming. Laten we bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel. Heer, aan het begin van deze dienst komen we bij u in gebed. En willen we u allereerst danken, Heere. Danken om wie u bent. We willen u eren, Vader in de hemel. Dat uw naam wordt geheiligd. Heere, wij prijzen u, wij eren u. Wij danken u voor het goede dat we uit uw hand ontvangen. We danken u dat we u kennen mogen, in u geloven mogen. Dat we ons geliefd mogen weten door u. Beschermd, omringd door uw zegen. En vanmorgen, Heere, komen we bij u en bidden u allereerst. Wilt u onze zonden vergeven? Wilt u wegnemen van ons wat niet goed is? Wilt u alles wegnemen, Heer, wat ons verontreinigt, wat ons vertroebelt, wat tussen u en ons inkomt. Vaak ongemerkt, Heere, is het risico dat we van u afdrijven en onze eigen weg gaan. Heere, reinig ons, bevrijd ons door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. En mogen wij vanmorgen in deze dienst ook bemoedigd worden, gesterkt worden door u. Ontferm u over ons, in Jezus' naam. Amen. De apostel Paulus, gemeente, schrijft in Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet u aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk, om met alle mensen in vrede te leven. Tot zover een wijs woord van de Heere God om over na te denken in de komende week. We zingen gezang 455, vers 1 en 2. Thank you.
we samen onder leiding van Gods geest. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, Heere, wij bidden u samen om uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u dat uw geest in onze harten, in onze gedachten, de Bijbelwoorden die we lezen en overdenken, tot een bron van kracht wil maken. Tot een vruchtbaar woord dat zegen bewerkt in ons leven. Heere, wilt u spreken door uw woorden met uw Heilige Geest en ons verrijken, ons geloof verdiepen, ons geloof versterken, Heere. Geef, Vader, dat we al die goede beloften die we lezen in de Bijbel, dat we die ook mogen beleven in ons persoonlijke leven. Dat ze niet alleen maar theorie blijven of iets waar we in geloven, maar dat uw beloften, Heere, uw troost, uw kracht ook daadwerkelijk zich in ons leven mag manifesteren. En dat we dat ook zo mogen beleven. Heere, schenk ons rijkelijk uw geest. Ook de kinderen bij de kindernevendienst straks, bij de kinderoppas en bij wie met ons verbonden is thuis. En in alle kerken, Heere, waar vandaag uw gemeente samenkomt. We bidden u dat, Heere, om uw geest niet alleen tijdens de kerkdienst, maar ook in ons leven van elke dag. Heere, dat we ook vanuit uw woorden, vanuit uw geest ook mogen leven. Heere, ontferm u. In Jezus' naam. Amen. De jongens en meisjes die naar de kinderdevendienst gaan, mogen naar voren komen. Want ik ga jullie iets laten zien en iets laten proeven. Altijd heel veel kinderen bij de kindernevendienst. Heel mooi. Hou vol. Ga ermee door. Jongens en meisjes, welke dag is het vandaag? Zondag. Zondag, hè? Ja, zondag is onze rustdag. Maar in Israël, waar Joden wonen, hoe heet daar de rustdag? Wie weet dat? Hoe heet in Israël de rustdag? Wie weet dat? De Sabbat, heel goed. En op welke dag is de Sabbat? Wie weet dat? Op zaterdag, ja. En weet je wanneer de Sabbat begint? Dat is niet zoals bij ons, s'nachts om 12 uur. Weet je wanneer de Sabbat begint? De avond daarvoor als de zon ondergaat. Dus vrijdagavond. Als de zon ondergaat, dan begint de Sabbat. En als zaterdagavond de zon weer ondergaat, dan is de Sabbat voorbij. En weet je wat nou het merkwaardige is? Bij ons vinden wij soms wel eens de zondag een beetje een saaie dag. Sommige mensen vinden de zondag een hele leuke dag. En anderen vinden de zondag een saaie dag. Wie vindt de zondag een leuke dag? Steek je hand op. Oh, geweldig. Wie vindt de zondag een saaie dag? Steek je hand eens op. Oh, die zijn er ook nog. Werk aan de winkel. Maar weet je, jongens en meisjes, in Israël zijn de mensen zo blij als de Sabbat komt. Dan zijn ze zo blij, want ze zien de Sabbat als een feest. En die vinden dat helemaal niet saai, die vinden het als een feest. En dan gaan ze vrijdagmiddags al eerder stoppen met werken. Gauw naar de winkel, want op de Sabbat mag je niet werken. Dus dan maken ze ook geen eten klaar. Dus dan gaan ze op vrijdagmiddag voor de Sabbat het eten koken, dat het goed lekker warm is. Een feestelijk maal. En dan gaan de mensen bij de klaagmuur, dan gaan ze zingen en dansen. En aan vier dan verwelkomen ze de Sabbat. Dat is bijzonder, dat kennen wij niet, hè? Dat we op zaterdagavond zeggen, zondag over een paar uur kom je, hartelijk welkom. Dat kennen wij niet, hè? Maar daar doen ze het wel. En weet je wat ze dan ook doen? Dan gaan ze s'avonds eten, als de zon onder is. Dan gaan ze aan tafel zitten, worden kaarsjes aangestoken. En dan komt er lekkere wijn bij en zo. En dan is het echt een feest. En dan beginnen ze altijd met het Sabbatsbrood. En dat is heel apart, hè? Dat kennen wij ook niet. Het Sabbatsbrood, ga ik jullie laten zien. Dat heet de galle. Dat is gevlochten brood met zaadjes, sesamzaadjes erop. En het is ook een beetje zoetig gemaakt.
En dat is een heel speciaal brood. En daarmee verwelkomen ze de Sabbat. Leuk, hè? En dan, dan zeggen ze eigenlijk, het brood, dan denken ze aan, weet je nog, Mozes in de woestijn. Weet je nog, dan kwam het brood uit de hemel, het manna, want ze hadden in de woestijn geen eten. En de Heere God zorgde voor een wonder dat er 's morgens, dat er manna lag. En dat was het brood uit de hemel. Maar op de Sabbat, dan mochten ze geen manna zoeken. Dus dan hadden ze op de vrijdag, hadden ze 2 keer zoveel. 1 deel voor de vrijdag en 1 voor de Sabbat. En daarom maken ze altijd 2 broden klaar op de vrijdag voor de Sabbat. En als ze dan gaan eten, voordat dan het lekkere eten komt, dan doet de vader van het gezin, die doet dan bidden. Die zegt dan een gebed en dan breekt hij dat gallenbrood, breekt hij in stukjes en dan krijgt iedereen een stukje. Leuk, hè? Dan krijgt iedereen een stukje. En dan bidden ze en dan zingen ze een lied en dan hebben ze de Sabbat verwelkomd en dan komt het lekkere eten. Maar dan beginnen ze met een stukje brood. Dan zou ik jullie allemaal wel een stukje willen geven, maar ik denk dat ik heel lang bezig ben. Maar ik geef het mee aan de kindernevendienst. En dan mogen jullie op de kindernevendienst een stukje proeven. Maar ik ga er eentje laten testen. En die mag aan de mensen in de kerk zeggen hoe het smaakt. Wie van jullie wil de voorproever zijn? Oh, er zijn er een heleboel. Zal ik jou eens een stukje... Breek er zelf maar een stukje van af. En dan ga jij ons eens even vertellen hoe dat smaakt. En? Niet lekker? Wel lekker. Oké, wel lekker. Ja? Wel lekker. Ik geef het mee. En waar heb ik nou voor jullie, jongens en meisjes? Want jullie vaders en moeders, die denken, ja, ik wil het ook wel proeven. Jullie krijgen van mij een boekje mee. En daar staat het recept in. Dus, komende vrijdag uit school, dan mogen jullie samen met papa of mama kokkerellen. Hè? Of zaterdagmiddag mag ook. En dan ga je lekker zo'n broodje maken. En als het dan zondag of zaterdagavond is, denk ik, jongens, over een paar uur is het zondag. Dat is onze feestdag voor ons als christenen. En dan gaan we lekker beginnen met een mals broodje. Jullie krijgen allemaal een boekje van mij mee met het recept. Jullie, de leiding, geef ik deze broodjes mee. Kunnen jullie, degene die er geen allergie voor heeft, mag een stukje proeven. En dan de rest mag je meenemen naar de koffiedrinken na de dienst. Dan gaan we eerst zingen, want er is natuurlijk een heel mooi lied wat past, hè, bij de Sabbat. Bij de rustdag van de Heere God. Dat is het lied, dit is de dag die de Heer ons geeft. Dan gaan we samen zingen. Thank you.
Wij gaan uit de Bijbel lezen, gemeente. En zoals u weet is mijn huidige werk sinds 4,5 jaar, ja zo lang alweer, 4,5 jaar alweer, dat ik de buitenlandse activiteiten van Christen voor Israël doe. Dat betekent bijbelstudies en lezingen in kerken wereldwijd over de betekenis van Israël voor ons geloof, vanuit het Oude en Nieuwe Testament. En dat betekent dat ik ook voor het eerst van mijn leven in aanraking kom met broeders en zusters die leven in landen waar christenvervolging is. Toen ik in Katwijk vertrok, was ik 24 jaar gemeentepredikant. Bijna elke zondag gebeden voor christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En ook de themadiensten van Open Doors altijd gedaan. Op de zondag naar Pinksteren. Heel vaak ook de gebedsavond voor vervolgde christenen. Maar in die 24 jaar heb ik nog nooit een christen ontmoet die werkelijk vervolgd wordt. En dat is in mijn werk wel anders geworden. Afgelopen november waren we nog in India. Hebben we bijbelstudies gegeven voor 600 voorgangers en predikanten. En dat is een land die staat op nummer 10 in de ranglijst van christenvervolging. En daar hebben ze ook het nodige over verteld. En wanneer je die mensen hoort en spreekt, dan ga je bepaalde teksten in de Bijbel toch ineens wat anders lezen. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen tijdens de preek u wat over laten zien. En u ook wat over vertellen. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen doen vanuit Psalm 119 en Romeinen 1. We lezen een gedeelte uit Psalm 119, vers 89 tot en met 98. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht. U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan. Alles is aan u onderworpen. Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten. Daardoor houdt u mij in leven. Ik ben van u, red mij, want steeds zoek ik uw regels. Zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde. Maar uw gebod is grenzeloos ruim. Hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Ik ben er eeuwig mee verbonden. En in Romeinen 1, daar lezen we in vers 16 en 17. Daar zegt Paulus tegen de christenen in Rome: voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En we willen vooral stilstaan bij vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Tot zover de lezing uit de Bijbelgemeente. Zingen we Psalm 119, vers 5 en 6.
zingen we zometeen na de verkondiging uit de Evangelische Liedbundel, lied 390, vers 1 en 2. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, elke keer als ik een Katwijker ontmoet, dan vraagt hij niet alleen hoe gaat het met je, maar ook wat ben je allemaal mee bezig en wat doe je allemaal en hoe gaat het nu enzovoort. Dus dacht ik, laat ik vanmorgen ook eens iets laten zien daarvan en ook iets daarover vertellen vanuit de Bijbel. Er is vooral buiten Europa enorm veel vraag onder voorgangers naar Bijbelstudies over Israël. Ze zien het nieuws. Ze zien Israël 2000 keer in hun Bijbel voorkomen, maar vinden het heel lastig om dat nou op een rij te zetten en dat te verwerken in hun persoonlijke geloof. Dus is er een enorme vraag, vooral vanuit Aziatische landen en Afrikaanse landen. India bijvoorbeeld, om de paar weken dan worden we weer benaderd door een kerk die dan vraagt of we willen komen. Het is eigenlijk onmogelijk om dat te doen, steeds, maar afgelopen november ben ik met een collega geweest en hebben we 3 steden bezocht en in elke stad, in 1 kerk, 2 dagen lang bijbelstudie gedaan over Israël voor alleen voorgangers. In elke stad zo rond de 200 voorgangers, dus 600 voorgangers hebben in totaal steeds 2 dagen ontmoet. En dat is heel bijzonder. Die mensen zijn ontzettend hongerig en verlangend naar bijbelstudie. Ze hebben een bijbel bij hun, hun notitieblok en zitten geconcentreerd en echt een hele dag te luisteren. We wisselen elkaar af, mijn collega een uur, dan ik een uur, tussendoor koffie of lunch en dan weer een uur. En af s'morgens 9 tot s'middags rond 1 uur of 5. En die mensen willen heel veel weten. Dat is best heel indrukwekkend. Maar wat ook heel bijzonder is, is dat India gestegen is op de ranglijst van 50 landen waar christenvervolging is. En staat India nu op nummer 10. En Iran op nummer 9. En de christenvervolging is de laatste jaren echt wel heviger geworden. Er worden wekelijks kerken in brand gestoken of kerkgangers door een horde mensen benaderd met knuppels en vallen er doden. En dus dat is best wel indrukwekkend. Dat betekent dus ook dat onze gastheren, die het allemaal hebben georganiseerd, steeds ook voor ons een auto paraat hadden staan naast de kerk met een chauffeur erin, die bleef daar ook in zitten. Dat als er zich per ongeluk toch onverwacht ongeregeldheden voordoen, dat wij meteen ook door de zijdeur weg konden. Maar gelukkig is dat allemaal erg meegevallen en merk je er eigenlijk weinig van. Maar toch, ik laat een foto zien uit de stad. Ik laat een foto zien uit de stad Bangalore. Daar waren we. Bangalore is afgelopen jaar 2022 toch 3 keer een kerk in brand gestoken. En als ik dan, en daarom heb ik die tekst gelezen uit Romeinen en uit Psalm 119. Want als ik dan aan de mensen vraag bij de koffie, met voorgangers die Engels kunnen, de meeste kunnen geen Engels, maar sommigen kunnen Engels. En ik vraag, hoe ga je daar nou mee om? Met die dreiging van geweld. Wat betekent dat voor jullie? En remt jullie dat in je kerk zijn of zo? Als ik die vraag stel, ik heb hem 3 keer gesteld aan verschillende mensen, verschillende plaatsen. En alle keren krijg ik dan dezelfde reactie, namelijk dat ze me verbaasd aankijken waarom ik die vraag stel. En eentje was er bijna zelfs een beetje, dacht ik, op een gegeven moment een beetje geïrriteerd. Waarom stel ik die vraag? Het antwoord is dan, maar dit is toch onze opdracht? Dit is toch onze roeping? Wij zijn toch gered door de Heere God? Dan moeten we toch zijn getuigen zijn? En dan word ik gewezen op Romeinen 1, waar staat dat, Paulus zegt het dan zo, voor dit evangelie schaam ik me niet, want het is Gods reddende kracht. In de oude vertaling, een kracht Gods tot behoud. Het evangelie is hun kracht. Dus als zij niet kerk zouden zijn, niet zouden getuigen van de liefde van Christus, dan missen zij die kracht. Want het evangelie is een bron van kracht
tot behoud voor hen die geloven. Want, staat er dan, de rechtvaardige zal leven door geloof. Dus als wij dan een rechtvaardige zijn, gered door Christus, dan leven wij toch vanuit dat geloof. En waarom stel je dan zo'n vraag? Dat is dus dan blijkbaar een typische Nederlandse of een Westerse vraag. En zij doen dat vol overtuiging en zeggen, God zal ons beschermen, hij zal ons zegenen, hij geeft ons de kracht, want dit is onze roeping. Wat ook heel bijzonder is, en die teksten gaan wel voor je leven. Hè? Misschien of op een andere manier voor je leven. Dan wat zij dan zeggen, dat bepaalt mij er dan bij. Ik zeg, oh ja, ja, inderdaad. Hoe zit het dan met mezelf? Leef ik dan vanuit de theorie van de geloofsleer als Nederlander? Of beleef ik het ook echt als een reddende kracht? 5% van India is christen, 95% is hindoe. En er is een soort radicalisering, vindt daar plaats. Zij zeggen ook, het heeft geen zin om de politie te bellen. Want als we de politie bellen, die doen met de oproer mensen mee. Dus zij beschermen ons niet, ze maken het alleen maar erger. Dus ze kunnen ook nooit de politie bellen. En als ik dan vraag aan een christen, aan zo'n broeder of zuster, vraag... Wat is nou voor jullie de grootste verandering in je leven als je christen bent geworden? Wij zouden zeggen dat ik de Heer Jezus heb leren kennen of dat ik eeuwig leven heb gekregen. Dat zouden onze antwoorden zijn. Zij zeggen, dat is ook heel iets bijzonders. Zij zeggen, de grootste verandering in ons leven is dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de goden. We zijn bevrijd van de angst. Want de goden, zoals Shivnu en nog anderen in het hindoeïsme, zijn geen lievertjes. Die moeten altijd tevreden gesteld worden met offertjes, met allemaal rituelen. En je weet maar nooit hoe ze reageren en wat er in je leven gebeurt. En wat er dan na reïncarnatie in je volgende leven gebeurt. En of je dan in een betere kaste terechtkomt enzovoort. En hun geloof is getypeerd door angst. Angst speelt een grote rol. En zij die bevrijd zijn door Jezus Christus, de Heilige Geest ontvangen en christen worden, ervaren vooral bevrijd zijn van de angst. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, want dat heb ik nooit zo beleefd. Ik weet niet hoe u dat beleeft. En er zitten hier misschien wel mensen in de kerk die niet kerkelijk opgevoed zijn en op latere leeftijd tot geloof zijn gekomen. Dus die verandering heel bewust hebben meegemaakt. Wat was voor u de grootste verandering toen u christen werd, toen u lid werd van de kerk en Jezus leerde kennen? Nou, daar zullen u van alles over kunnen vertellen. Maar ik denk niet dat er veel mensen in de kerk zitten die zeggen, ik ben bevrijd van angst. En daar zijn mensen bevrijd van angst. En die bevrijding geeft u natuurlijk nog een extra dynamiek en kracht en inzet om te getuigen van uw geloof en te werken aan groei van de kerk. Heel bijzonder. Wat ook heel erg opvalt, is hoe die mensen leven vanuit het woord van God. Hier waren we in de tweede stad. Ik laat toch een foto zien. Pondicherry. Dat is ook een miljoenenstad aan de Indische Oceaan. En deze kerk kon de mensen niet meer herbergen en heeft een parkeergarage gekocht. Wat u ziet hier is een parkeergarage. En daar hebben ze allemaal kleden op de grond gelegd. Hier zitten ze nog op corona-afstand. 200 voorgangers zitten daar. Konden er meer in. Er wilden er ook meer komen. Maar de organisatoren daar hadden gezegd, we willen niet meer dan 200 voorgangers per evenement in de kerk hebben. Want als er wat gebeurt, dan is de impact op de kerk te groot. Deze mensen zitten dan 2 dagen achter elkaar te luisteren. En te schrijven en te noteren. En aandachtig te luisteren. Je ziet ook geen mensen lopen, je ziet ook geen mensen kletsen of schuifelen of gapen of op een klok kijken van wanneer is het afgelopen. Die zijn heel erg bezig met hun Bijbel. En heel erg verlangend naar het woord van God. En dan ging het bij ons natuurlijk over het thema Israël, de betekenis van Israël voor ons geloof.
Maar dat zal ongetwijfeld op tal van andere thema's ook zo zijn. Dat vond ik zelf, dat, ook in al die landen waar ik kom, best wel een eye-opener. Iets waar je dan ook bij jezelf bepaalt, van ja, hoe ga ik met de Bijbel om? Is de Bijbel voor mij een bron van kracht? We hebben Psalm 119 gelezen. Wat betekenden de woorden, de inzettingen, de geboden, de Torah, de onderwijzing van God? Wat betekenen die voor mij? Heel boeiend in deze kerk was, toen wij na 2 dagen klaar waren, toen werd ons verteld, en dat wisten we niet, was ook niet gecommuniceerd. Toen wilde die leiding van die kerk daar, want het zijn allemaal voorgangers die u ziet, die komen uit de stad en uit de regio. En toen wilden ze de conferentie van 2 dagen afsluiten met avondmaal. Dus werd ons gevraagd, willen jullie rondgaan met het avondmaalsbrood door de rijen heen? Dus dat werd dan ingeleid met een avondmaalsformulier. Wat mij opviel is, ik laat het u zien, dat deze mensen, wanneer het avondmaalformulier wordt gelezen, en dus die voorganger het avondmaal brood en wijn wijdt om het te nemen, dat al die mensen ineens op hun knieën gaan. En uit eerbied voor het brood en de wijn. Dus wij zagen dat gebeuren. En we zijn dus inderdaad rondgegaan. En dan kijk je de mensen in die ogen. En dan zie je een bepaalde eerbied. Een bepaalde, hoe moet ik dat zeggen? Eerbied, ontzag. Ja, respect is ook niet het goede woord. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, eerbied voor het brood als het lichaam van Christus en de wijn als het bloed van Christus. Die eerbied, dat was een derde punt dat ik zeg van, ja, wij hebben zo vaak het avondmaal gevierd. En ik heb zelf in al die 24 jaar zo vaak het avondmaal bediend. En dan ben je geconcentreerd als dominee op wat je allemaal wel en niet moet doen. En u komt gewoon naar voren om het brood en de wijn, zoals we het hier zo vaak hebben gedaan, te vieren. En de vraag voor mezelf was dan van, wat is je houding? Hoe zie je dat avondmaal? Doen we dat gewoon, omdat we het zo gewoon altijd zo doen? Of is er een bepaalde eerbied, een bepaald besef van de heiligheid van het heilig avondmaal? Het is best heel inspirerend om gewoon eens te zien hoe dat in al die landen eraan toe gaat. De derde stad in India die we hebben bezocht is Chennai. En Chennai is een stad van 6 miljoen inwoners. Dat was een 2 uur rijden van het hotel naar de kerk. En 2 uur terug. En hier, dat is ook weer deze kerk. Heeft geen parkeergarage gekocht, maar een bedrijfspand op het industrieterrein. En er kunnen 2000 man in. Hier zit u 200 man, want zij wilden bewust die limiet houden. Wij zouden zeggen, laat iedereen komen die wil, maar dat wilden zij niet. Zij wilden beperken tot 200 voorgangers per keer. Prima. Maar dit is ook heel boeiend, hè? Dit is een bedrijfspand, dat is een kerk en er kunnen 2000 man in. En dan hebben ze elke zondag 4 diensten. Dus 8000 man per zondag. En dat is niet de enige kerk, want ze hebben mij verteld dat die stad 2900 kerken heeft. En 4 diensten, die voorganger heb ik bij de lunch mee gesproken. En die zegt dat er elke zondag tussen de 5 en de 10 gemiddeld nieuwe gelovigen bijkomen. En dat de groei bijhouden voor hun best moeilijk is. Onvoorstelbaar, hè? Toen vroeg ik aan hem, hoe doen jullie dat nou? Hij zegt, wij hebben 2 keer op een jaar een family weekend. Dus dan mogen alle kerkleden mogen familie uitnodigen, of vrienden, of collega's. En die komen dan een weekend meemaken. En in dat weekend wordt Bijbel gelezen, wordt Bijbelstudie gedaan, wordt gepreekt, wordt gezongen en wordt in kleine groepjes heel veel gebeden. Ook vooral voor mensen die problemen hebben, die zorgen hebben, die verdriet hebben. En dan denken we aan Psalm 119. Psalm 119, waar dan staat
Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten. Daardoor houdt u mij in het leven. Dus het woord van God houdt ze in het leven. En dat maakt zoveel impact op die nieuwe bezoekers. Dat heel veel mensen tot geloof komen. Naar de kerk blijven gaan. Ook na dat family weekend. En die kerk groeit. En om de paar weken er een doopdienst is van nieuw bekeerde gelovigen. En dat is eigenlijk best wel boeiend. En als ze dan vertellen, dan merk je ook dat het woord van God heel veel doet. Wij zouden zeggen, in zo'n weekend, dan gaan we leuke workshops doen. En dan gaan we leuke acts doen. En we laten ze de filmpjes zien. En we gaan muziek doen. En we hebben van alles. Zij gaan in groepjes vooral lezen en bidden. En dan merk je dus dat het woord van God zijn kracht heeft. Zoals Paulus zegt, hè, ik schaam mij het evangelie niet, want het is Gods reddende kracht. En die kracht van het woord, dat is iets wat ik eigenlijk daar ook wel heb leren beseffen, wat dat betekent. Psalm 119 zegt, vers 92, verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. Zo wordt die tekst beleefd. Ik zou vergaan van ellende als ik niet dit woord had als een reddende kracht. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, daardoor houdt u mij in het leven. Regels klinkt bij ons een beetje kil, hè? Zo van je mag dit wel en je moet dat niet, je mag dit niet en je moet dat wel. Maar eigenlijk moeten we dat zien als het Hebreeuwse woord de Torah. En de Torah, dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Dat is de onderwijzing waar al Gods wijsheden worden verteld. Gods wijsheden voor ons leven. En die Torah, die wijsheid, die zal ik niet vergeten, want daardoor houdt u mij in het leven. Dat is heel bijzonder, hè? Wij denken over de Bijbel vaak vanuit de theorie, vanuit de kennis, hè? En als je veel Bijbelkennis hebt, dan doe je het goed op een Bijbelquiz. En dan kan je je kennis tot uiting brengen, want dan beantwoord je de vragen goed. Maar wat betekent de Bijbeltekst voor mij? Is het kennis alleen te weten hoe de zonen van Jacob heten en hoe de zonen van Mozes heten en met wie ze allemaal getrouwd zijn? Is dat het kennisniveau van de Bijbel? Of is de Bijbeltekst voor mij een reddende kracht die mij in het leven houdt? Dat is best een hele bijzondere manier om te kijken naar de tekst. De Bijbeltekst als een tegenkracht tegen dat wat mijn leven plat maakt, wat mijn leven leeg maakt. Wat mijn leven alleen maar bezig doet houden met consumptie en met platte lege dingen. Dan is de Bijbeltekst, het woord van God, een tegenkracht, een bron van kracht. Vers 95 zegt uit Psalm 119, zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Zo'n tekst komt dichtbij als je weet dat je broeders en zusters veel zondaars kennen die op hun ondergang uit zijn. Dat kennen we eigenlijk niet. Zo'n tekst lezen wij overheen. Maar zo'n tekst leeft bij mensen. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Ik ben er eeuwig mee verbonden. Als zij een Bijbel hebben, dan zeggen ze, hier ben ik eeuwig mee verbonden. Want dit maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Dat is ook een tekst die wij eigenlijk zo niet kennen en ook zo niet beleven. Want wie zijn onze vijanden? We hebben geen vijanden. Want we gaan gewoon morgen weer naar ons werk. Naar de fabriek of het kantoor of waar we actief zijn. Maar bij hun zijn zij eeuwig verbonden, want het maakt hun leven wijzer dan hun vijanden. Heel boeiend geweten om voor jezelf in de spiegel te kijken en zeggen, wat betekent het woord van God voor mij? Is het voor mij een reddende kracht? Zijn die teksten, die woorden van God, die wijsheden, die beloften, die profetieën, zijn dat woorden die een bron van kracht voor mij zijn, die mij inspireren? Dat is heel bijzonder. En in mij werkt natuurlijk heel erg gericht op Israël. Israël is een thema wat mensen bezighoudt, waar ze heel veel van willen weten. En
Heel interessant voorbeeldje. Morgen vroeg om 6 uur, dan vertrekken we weer naar Rwanda en Kenia. En dan mag ik spreken een paar dagen voor alle predikanten van de Reformed Churches van Kenia. En dan zegt het hoofd tegen mij, die is gepromoveerd in de theologie, die weet dus meer dan ik. En die zegt tegen mij van, wij houden wel van Israël, maar we hebben niet zoveel kennis. En wij hebben behoefte aan uitleg en kennis. Kom maar hier naartoe, dan haal ik al mijn 150 predikanten wel hier naartoe. En dan geef jij eens maar 2 dagen bijbelstudie. Want wij hebben behoefte aan kennis. Heel interessant, hè? Dat zet je dan weer tot denken. Wij hebben behoefte aan kennis. En natuurlijk moeten we die kerken in die landen ook niet romantiseren. Want ook daar zijn dingen mis, gaan dingen mis. Bij ons gaan dingen mis, maar ook in die landen. Dus we moeten ze niet romantiseren. En, want daar zijn ook wel vaak mensen die zichzelf heel geweldig vinden. En dan een soort apostel of profeet worden met macht enzovoort. En dan gaan er ook dingen mis, dus ook daar gaan dingen mis. Maar wat heel bijzonder is, gemeente, is dat het voor mij een eye-opener was, dat ik schaam mij het evangelie niet, dat in zulke landen wel heel wat zegt. En dan ook nog omdat het een reddende kracht is. En omdat de woorden van God voeding geven. Voeding aan je leven. Kracht, dynamiek, power, zouden we zeggen. Ze behoeden je voor ellende en ze houden mij in het leven. Het woord van God houdt ons in het leven. Een hele boeiende gedachte uit Psalm 119. Amen. We willen samen danken en onze voorbeden doen, gemeente. En ik heb van collega broeren een heel aantal namen gekregen. Er gebeurt best wel heel veel. Er is ook heel veel zorg, zegt ze, in de gemeente. En laat ik het eerst aan u voorlezen. Afgelopen week is broeder Jaap Roosendaal geopereerd aan zijn schouder. Hij is weer thuis bij Leni en het gaat goed met hem.
Broeder Arie van der Niet is weer thuis na een korte periode in Revitel. De revalidatie gaat door, maar het is heel fijn dat hij weer thuis is bij Riet. Zuster Corrie de Mooi Ouwehand is opgenomen in Overduin. Haar geestelijke en lichamelijke gesteldheid waren de laatste maanden zo achteruit gegaan dat het niet meer langer verantwoord was om zelfstandig te blijven wonen. Het was een moeilijke, maar een noodzakelijke beslissing die genomen moest worden. Zuster Annie Plug-Hus bleek kort geleden dat haar hart toch wel erg zwak is. Ze heeft het daardoor af en toe benauwd en moet erg rustig aandoen om haar energie te sparen. Broeder Dick van der Haak, schoonzoon van Hanny Peters en broer van Gerda Miné, heeft het bericht gekregen dat hij ernstig ziek is. Dick heeft een hersentumor waar geen behandeling meer voor mogelijk is. Komende week zal hij een operatie ondergaan waarbij een biopt uit de hersenen wordt genomen, wat vooral gericht is op onderzoek, niet op behandeling. We bidden voor Dick en zijn gezin, maar ook voor Hanny en Gerda en hun gezinnen. In de nacht van woensdag op donderdag is zuster Aagje de Koning van Duin overleden. Er is nog gelegenheid de familie te condoleren vanmiddag en morgenmiddag tussen 3:00 en 5:00 aan de Sportlaan 14. Dinsdagochtend om 10:00 nemen we afscheid van haar in de aula van Duinrust, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. We bidden voor haar partner Cor en voor haar kinderen. Volgende week zullen we zuster de Koning gedenken in de dienst. Dus condoliansen vandaag en morgen van 3 tot 5 en de begrafenis dinsdag om 10:00. We willen ook bidden voor Celine van Egmond, de dochter van Arjan en Marije, de kleindochter van Marleen Zwaan. Celine heeft deze week een auto-ongeluk gehad, waarbij ze zelf behoorlijke kneuzingen heeft opgeropen en een aantal ribben heeft gebroken. Haar vriend Darren is bij het ongeluk om het leven gekomen. We zijn dankbaar dat Celine er relatief goed is uitgekomen en we bidden voor herstel. Maar dragen ook haar, haar familie en de familie van Darren op aan de Heer en bidden om kracht om dit verlies te dragen. Reden genoeg, gemeente, om samen te bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, Heer, we komen bij u in gebed en wij danken u, Heer, zo hartelijk voor uw rijke woord, Heer, waar zoveel in staat. Wat zo'n rijkdom en zo'n kracht, bemoediging en troost biedt en hoop voor de toekomst, op een grote toekomst als Jezus onze Heiland en Koning terugkomt. Heere, wij willen samen u dan ook prijzen en eren in onze liederen en gebeden. Hoor onze dank, Heer, en aanvaard ons eerbetoon aan u, hoe gebrekkig misschien ook. Heere, wij willen u samen ook onze voorbeden doen. We danken u dat broeder Jaap Roosendaal weer thuis is. En wilt u hem kracht geven en een goed herstel van zijn schouder. We danken u ook, Heer, dat broeder Arie van der Niet weer thuis is. En wilt u hem sterken en bemoedigen en mag de revalidatie hem goed doen. We bidden voor zuster Corrie de Mooi Ouwehand, opgenomen in Overduin. Heer, wilt u haar in het leven dat misschien verwarrend is, wilt u haar rust geven, vrede en uw kracht, Heer, door uw Heilige Geest. We willen ook bidden voor zuster Annie Plug. Heer, wilt u haar ook in de verzwakking die ze ondergaat, haar ook rust geven. Moed, Heere, wil haar sterken in haar geloof. We bidden u ook voor broeder Dick van der Haak. Heere, met deze mededeling van een ernstige ziekte. We dragen hem aan u op en bidden u, Heer, om uw zegen. Om uw leiding over zijn leven. En wilt u horen naar de vele gebeden die voor hem tot u worden opgericht. En ook voor Hanny en Gerda en hun gezinnen willen wij bidden, Heere, om moed en wijsheid om troost te bieden. Heer, we willen u ook samen bidden voor de partner Cor van Aagje de Koning en voor haar kinderen, nu zij is heen gegaan, willen hen troosten en bemoedigen.
We bidden u dat de Celine van Egmond mag herstellen, Heere, van dit ongeluk. En wilt u haar ook troosten en moed geven, Heer, in het verlies van haar vriend. Wilt u troost brengen, bemoediging, Heere, kracht en perspectief voor de toekomst. En wees ook met de familie rondom haar en de familie van haar vriend. Samen bidden we ook, Heere, voor Inge van Duin, wil ook haar beschermen, Heere, en mag er genezing en heling van haar lichaam plaatsvinden in de tijd die komt. Ook voor Johan van Amerom, Heere, willen wij u bidden om uw nabijheid, uw bescherming en zegen. En zo willen wij u bidden, Heere, ook voor degene die wiens naam niet genoemd is. U weet wat er in ons leven zich afspeelt. Heere, breng uw zegen, strek uw heilzame hand over ons uit. En geef ons wat we nodig hebben, Heer, naar lichaam en ziel. Samen bidden wij u, Heere, voor de kerk, voor het voortgaan van het kerkelijke leven hier in Katwijk en in ons land. Heere, houd ons bij elkaar als kerken. Er gebeurt veel, Heere, op het kerkelijk gebied, ook na corona. Geef, Heer, dat we niet afdwalen, maar dat we standvastig blijven en elkaar blijven ontmoeten in de kerkdienst. En dat we kracht mogen putten, Heere, uit uw woord, dat ons het leven biedt in Jezus Christus, uw Zoon. Wees met uw volk Israël, Heer, is weer heel veel gebeurd daar met aanslagen, met onrust, Heer, op allerlei gebied. Heer, bescherm uw volk, geef de regering wijsheid, ontferm u, Heere, en breng uw volk naar uw grote toekomst. We bidden ook voor onze broeders en zusters, Heer, die in veel landen worden vervolgd of bedreigd. Heer, geef dat wij ook van hun geloof en van hun manier van Bijbellezen mogen leren. Zegen hen, bescherm hen en mogen de machten, Heere, van de boze tot zwijgen gebracht worden. Vader in de hemel, we leggen ons leven in uw hand. Wees een licht op onze weg door het leven. Ontferm u en zegen ons en vul onze harten met de vrede en de vreugde van Christus. Halleluja. Amen. Inzameling van gaven, gemeente, en daarna evangelie nummer 186a. Leid mij, Heer, o machtig heiland.
Er is koffiedrinken na de dienst, dus maak er vooral gezellig gebruik van. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Ga heen in vrede en draag met u mee in uw hart de zegen van onze levende Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.